Ik sta hier voor het gemeentehuis in Roermond om een spreekbeurt aan bekende en minder bekende politici geïnterviewd. Ik heb ze gevraagd, wat maakt jouw partij nou zo goed? Laten we luisteren wat ze daarop te vertellen hebben. Achter deze deur vergadert de burgemeester en de wethouder, maar ook de gemeenteraad van Roermond. Kom, laten we een kijkje nemen. Ja, ik vind dat GroenLinks heel erg goed is, omdat GroenLinks zorgt dat alle mensen kunnen meedoen. Arme mensen, ja, mensen die niet zo gezond zijn. Nou, en als die mensen dat niet zelf kunnen regelen, dan vinden wij dat je als stad moet laten zien dat je er ook voor die mensen bent. Als je hier een huis wil bouwen, dan zijn er ontzettend veel regeltjes. Nou, daar houdt mijn partij niet zo van. Wij willen dan liever dat alleen de regels die belangrijk zijn, dat wordt gedaan, maar niet die onzinregeltjes van nou, het moet in dit kleurtje zijn of zoiets. Maar lokale partijen die doen alleen hun aandacht richten op de lokale omstandigheden, de lokale belangen die er zijn. Ik vind dat iedereen in Nederland de kans moet krijgen om een goed en mooi leven te krijgen. Dus wij vinden dat alle kinderen 's morgens een goed ontbijt moeten krijgen. Wij vinden dat alle kinderen naar school moeten kunnen gaan en op een goede manier kunnen leren. En wij vinden dat alle kinderen evenveel kansen moeten krijgen om op te groeien tot een gelukkig mens met een leuke baan. En dat ze een leuk huishouden kunnen hebben, een mooi huis kunnen hebben. Ik zou willen dat mijn partij het onderwijs nog belangrijker maakt. Het bepaalt heel erg van hoe kinderen zich gaan ontwikkelen, hè? En wat je dus later wordt en of je, dat je later gelukkig bent. Hè? Dat je iets doet waar je goed in bent. Dat vind ik belangrijk. Nu, als je hier een nieuwe wijk kijkt, hierachter ligt Oldervesten. Als je daar kijkt, daar liggen heel veel terreintjes waar de jeugd kan ravotten. En vroeger werd daar natuurlijk niet zoveel aandacht aan gegeven. Maar de laatste tientallen jaar veel meer. We hebben best wel veel banen hier, veel kansen voor mensen. Dus het zou niet moeten hoeven dat kinderen het zo slecht hebben. Dus dat is ook voor mij de grootste reden dat ik op een gegeven moment heb gezegd, en nu wil ik echt de raad weer in. Goed zijn voor het milieu kun je op heel veel verschillende dingen op manieren doen. Je kunt zorgen dat er steeds meer zonnepanelen in de stad komen. Je kunt zorgen dat het openbaar vervoer beter geregeld is. Dus dat de treinen makkelijker aankomen in de stad. Dat de bussen beter rijden. Ja, wij willen niet dat er, dat er heel veel belasting is. Ja, dat willen wij laag houden. Dus dat mensen hier fijn kunnen wonen en niet al te duur. Zwerfafval, dat heeft ook met milieu te maken. Ja. Dat je daar extra geld en middelen in zet. Ja. Je hebt van die vuilnisbakken, daar heb je wel overal. Daar wordt wel eens spullen naast gestort. En er zijn sommige plaatsen in Roermond waar het heel veel gebeurt. Ja. Hebben wij voorgesteld, hang daar een mobiele camera neer. Wij zijn een van de partijen samen met GroenLinks, die heel erg bezig met milieu is. Milieu is mijn eigen portefeuille binnen de provincie. Ik vind milieu en duurzaamheid heel erg belangrijk. Omdat ik echt vind dat wij nu onze wereld kapot aan het maken zijn. Wat ook heel belangrijk is, is dat de mensen hun tuintjes niet allemaal volleggen met stenen, maar dat het regenwater gewoon de grond in kan. Dat we niet steeds die overstromingen hebben, omdat we tegenwoordig al heel veel forse regenbuien hebben vanwege de opwarming van de aarde. Er zijn ook kinderen in Roermond die dus naar school gaan en die dan nog niet 's ochtends hebben gegeten. Omdat hun papa en mama geen centjes hebben en dus niet hun hebben kunnen helpen dat ze dus eten hadden. Nou, dat vind ik dus heel erg. Dus daar zou ik wel wat aan willen gaan doen. Maar jullie kunnen ook bijdragen aan milieu, hè? Niks op de grond gooien, alles in de prullenbak doen, hè? De flessen oprapen, de plastic oprapen, et cetera. Dus het is niet alleen de gemeente die natuurlijk iets vraagt, maar ook dat de mensen zelf goed op. Ja. Ik vind dat Roermond de meest interessante toeristische stad is hier in deze hele regio. Je zou hier heel veel kunnen doen op het gebied van water. Op het gebied van onze mooie binnenstad, mooie bossen hier in de omgeving, maar ook bedrijven hier naartoe halen. Wij zijn het centrum van Europa, wist je dat? En dat was het. Hé, goed gedaan! Wauw, wat een vette vragen. Had jij die allemaal bedacht?